Ik hou van mijn vak omdat het natuurlijk heerlijk is om van je passie je beroep te maken. Research doen in wereldsteden en dan op zoek naar iets waarvan je denkt van ja, dit is het. Ik denk dat het belangrijkste is dat wat je in je hoofd hebt, dat het lukt om dat te vertalen in een visueel beeld. Ik geloof in positieve energie tussen mensen en dat probeer ik inderdaad op mijn doek ook een beetje tot uitdrukking te laten komen. Er zijn maar hele kleine dingen nodig eigenlijk om een positieve gevoel te krijgen tussen mensen. Google Maps is natuurlijk van bovenaf. Mijn werken worden ook altijd met de bird's perspective geschilderd. Het lijkt me heel leuk voor het hoofdkantoor van Google Maps bijvoorbeeld in New York een groot schilderij te maken. Ik ben Eline de Jonge, ik ben kunstschilder.